De Skilla is een hele succesvolle stoel. We hebben hem al sinds 1996 in de collectie. Het leuke is dat het juist een jongere doelgroep, maar ook een wat oudere doelgroep aanspreekt, omdat hij zo tijdloos is. En we hebben er heel veel succes mee, ook dankzij de verschillende uitvoeringen die we de laatste jaren gebracht hebben. Het is een ontwerp van Gerard Vollenbrock. Hij heeft hem ontworpen, geïnspireerd op Bauhaus en de stijl. Je ziet het aan de strakke beleiding en de klassieke look van die stoel. We zijn sinds januari bezig geweest om het concept in een vorm te gieten. En dat duurt dus alles bij elkaar ruim een half jaar om zo'n concept ook daadwerkelijk klaar te hebben. Iedereen is anders en de karakters van de Skilla, daar kunnen mensen zich mee identificeren. Dus het is leuk om te zien dat sommige mensen kiezen voor een bepaald karakter en anderen kiezen voor een ander karakter. Maar uiteindelijk gaat het om dat iedereen zich thuis en lekker voelt in zijn eigen interieur. De Skilla Stories hebben we in twee uitvoeringen, namelijk in stof in combinatie met een leren armlegger. We hebben een leer en dat is een speciaal soort leer, namelijk Danza. En Danza heeft een heel stoer karakter. Het is niet afgewerkt, het is een aniline type leer. En we hebben de zijkant afgewerkt met een mooie bijpassende gladde leersoort. En die gladde leersoort hebben we ook op de armlegger zitten. Nou, we zijn het eind gekomen van het project. De stoel is gelanceerd, de stoel staat in de markt, mensen zijn enthousiast. En ja, ik ben heel trots. We hebben dit gedaan met een klein team. We hebben er heel hard aan gewerkt en we hebben een fantastisch resultaat neergezet.